duurzame logistiek voor ons als bedrijf zijnde is eigenlijk al terug te voeren naar het jaar 1994, waar wij onze Mission Zero gelanceerd hebben. En in de Mission Zero geven wij eigenlijk aan dat wij geen negatieve impact meer willen hebben op het milieu en zelfs daarbij een herstellende bijdrage willen leveren. We zijn eigenlijk in eerste instantie in contact gekomen met het platform Duurzame Logistiek. Wij hebben diverse gesprekken gehad over wat duurzaamheid betekent. Dus eigenlijk gewoon een beetje hardop gefilosofeerd. En wij merkten dat we daar heel veel raakvlakken in hadden. En wij zijn eigenlijk verder gegaan in die samenwerking omdat wij beide van mening waren dat het niet een verhaal van Interface Floor alleen is, maar dat het eigenlijk een verhaal moet zijn wat breder getrokken moet worden. Wat precies ook in lijn is met de filosofie van het platform. De Lean and Green Award is eigenlijk meer een resultaat van die samenwerking. En ja, is eigenlijk voor ons ook een motivatie dat wij op de goede weg zijn. De korte termijnvisie is dat wij met vervoerders en overheden via het platform Duurzame Logistiek contact zoeken. En daar ook activiteiten ontplooien om de markt te conditioneren en de markt meer naar een duurzame transportmarkt te bewegen. Dus wij beginnen eigenlijk geen hogere wiskunde. We beginnen bij de basis, kijken welke modaliteiten de minste uitstoot hebben. En hoe wij deze modaliteiten zoveel mogelijk kunnen inzetten.